Je kent ze waarschijnlijk wel, die grote witte reigers. Ja, enkele tientallen jaren geleden was dat nog echt een zeldzaamheid in Nederland. Maar de grote zilverreiger, want dat is het dier van de maand juli, ja, die is eigenlijk niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. En gisteravond, ja, ik ben nog een beetje aan het bijkomen, heb ik een heel bijzonder moment mee mogen maken. Namelijk het moment dat de enige kolonie in de zuidwestelijke delta op het Krammervolkerak bezocht ging worden. En dat deden we met vrijwilligers die de jonge vogels voorzien hebben van kleuringen. Zo kunnen we straks, als die vogels vliegvlug zijn en het land of andere landen gaan bezoeken, doorkrijgen waar die jongen heen gaan. Ja, ik heb gisteren natuurlijk toch wat beelden gemaakt van die bijzondere handeling, van die bijzondere locatie ook. Alle rust daar en ja, dat ene moment inderdaad dat je dat eiland dan bezoekt om te kijken wat het broedsucces daadwerkelijk is, was ja, heel erg mooi mee te maken. Ik zou je de beelden laten zien. Ja. Ja, hier is er eentje, er is deze trap ook maar net lang genoeg. Hoe oud is deze Roland John? Deze is 3 weken denk ik. Vorige week, de vorige keer waren ze een week, hè, ongeveer. Ja.